Saskia Boef. Mijn YouTube-filmpje gaat over de terugblikfilmpjes van GTST. Veel kijkplezier. En nu? Op even natuurlijk. Oh. Ja, alles is nu opeens anders. Ja. Wat vind jij? Dat weet ik niet. Nee. Ik weet het ook niet. Laten we het over de nacht gaan vragen. Laat maar. In ieder geval, je wil je allereerste woorden Japans binnen. Sushi roll. Het vorige afscheid moest over, vond ik. Want je gaat nou natuurlijk niet zomaar wegglippen, hè? Ik zie nog zo'n beleefd binnenwandelen. Hallo. Jij bent Lauw, hè? De moeder van Dennis? Ja. Nou, te gek. Ik ben al een tijdje naar je op zoek. Een beetje raar misschien, maar... Ik ben je kleinzoon. Nou. Mijn grote lieve kleinzoon. Ik ben zo trots op je. En ik hou van je. En jij gaat het redden daar. En ik hier. Ja. Ja. Zij heeft Ardiel uit het raam geduwd. Uit de moeder. Uit onmacht. Ze wilde hem niet dood hebben. Maar zij heeft het bewust verzwegen. Met een reden. Maar ik werd verdacht, ik had helemaal niet weg hoeven gaan. Waarom heeft niemand iets gezegd? Omdat ze nog iets verzweeg. George. Ja, ze hebben recht op de waarheid. Het is aan Bianca om dat aan Anna te vertellen. Wat? Waarom doe je zo geheimzinnig? Ga naar huis. Ik ga mee. Nee, jij blijft hier. Zeg dan waar het over gaat. En waarom zit Bianca trouwens thuis? Waarom zit ze niet vast? Omdat het nogal gecompliceerd is. Weet de politie het niet? Kan er van huis. Waarom ringen ze niet? Ik ben hier. Waarom doen jullie zo raar? Het heeft een reden niet. Bianca is ongeneeslijk ziek. Ja. Zie. Er ging zo door mijn kop. Maar het is toch ergens goed voor geweest. Ik weet niet dat ik je terugdeel. Spoor jij eigenlijk wel? Maandenlang laat je helemaal niets van je horen. Reageer niet op mijn telefoontjes. Ben je totaal onbereikbaar. En nu sta je ineens hier en beweer je dat je me terug wil? Ja. We zijn beslist getrouwd. Omdat jij de scheidingspapieren niet tekent. Nee, nou. Ben ik als huwelijk per post afhandelen? Hoe anders, als je nergens anders op reageert? En jij zegt dat jij een klote tijd hebt gehad. Nou, hoe denk je dat ik me voelde? Waarom heb je niks van je laten horen? Ik heb tijd nodig. Het is ook op een andere manier duidelijk kunnen maken. Ik heb het ook helemaal niet anders aangepakt. Maar ik was gewoon bang. Dat wat? Dat als ik aan de telefoon zou krijgen en je stem zou horen, dat ik me alleen maar in de war zou brengen. En dat ik een keuze zou maken waar ik later alsnog niet achter zou staan. Ik moest gewoon eerst die chaos uit mijn kop krijgen. Geachte aanwezigen, mag ik uw aandacht voor mijn bruid, Charlie Fisher. Maestro muziek! En nu wil ik haar door niet eindigen, of had iemand nog wat?
speech beginnen dat de weg die jullie inslaan er eentje is van vallen en opstaan. Ja, bro. Maar ik heb het idee dat jullie wel weten waar je aan begint. Dus laten we beperken tot het officiële deel. Geef elkaar het recht aan. Oké. Charlotte Fischer. Neem jij Nick van der Heijnen tot je wettige echtgenoot. In voor- en tegenspoed. In ziekte en gezondheid. Tot de dood je scheidt. Nick van der Heijnen. Ik vond het voornamelijk lullig voor jou. Ja, ik ook. Maar later was het wel oké. Ik was eigenlijk boos op ijs en dan, hè? Het lampje. Ja. Zeg maar. Het ligt bij de trap. Oké. Heb je bluggen? Ja, mijn vader heeft een doosje neergezet ook bij de trap. Ik heb nagedacht over ons. Ik wil met jou verder. Dit is het meest logisch. Logisch? Ja. Ja, toen wij in het zwembad waren, toen realiseerde ik me. We hebben het goed samen, toch? Ja, heel goed. Ja, alleen ik wil dat je weet dat ik ben nog niet helemaal klaar met huis. Het gaat wel steeds beter, maar ja, het zal nog wat tijd kosten voordat ze echt helemaal in mijn hoofd is. Eigen schuld. Had je me niet de hele nacht aan mijn bed moeten zitten? Ik had toch niks beters te doen. Kerstvieren met je zus. Hoe doen wij moslims niet aan? Sinds wanneer doe je iets met geloof? Kerst wel. Zeg maar. Voor het eind van de dag, jongen, leg je op en het is een uitstekend idee. Sorry, praat dat er een grote probleem is, niks ernstigs. Zullen we nu afscheid gaan? Met jou en je partner? Dit wordt niets. Nog eens zaken in de leven. Leuk vonden om de terugblikfilms van Getesse te zien? Like en abonneer mijn YouTube kanaal.